Ja, een ideale piemel. Geen over... Ik hou wel van een vlezige, soort van gespierde penis. Oh. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over piemels. Nee, niet, het is niet dat een grote penis is gelijk aan plezier. Ja, seks is naar mijn beleving niet zo belangrijk als dat men denkt dat het is. Nee, in principe niet. Als je er weet mee om te gaan. Mannen met een kleinere penis vaak dus het idee dat ze veel meer moeite mee moeten doen om een vrouw te kunnen plezieren. Sommige jongens hebben echt zulke dingen en ze kunnen toch niet neuken. Kijk, het hoeft niet super groot te zijn. Het hoeft natuurlijk niet 23 centimeter te zijn, maar... Het is wel een soort van eye-catcher als je gewoon zeg maar een goede piemel hebt. Het kan wel eens leuk zijn als iemand een mooie grote penis heeft, maar als diegene dan niet weet hoe mij op mijn gemak te stellen of me net niet fijn aanraakt, dan doet het er absoluut niet toe dat hij een grote penis heeft, want dan vind ik alsnog helemaal niks aan de seks. De voordelen van een kleine piemel is dat je, als je pijpt, geen over... Het voordeel van een kleine lul is dat je geen gag issues hebt. Ik denk dat het... Het tegenovergestelde is van het nadeel van een grote penis. Denk ik toch wel dat je een vrouw vaak geen pijn geeft bij penetratie. Bij een grote penis is het al gauw dat je niet vrij kan vrijen. Want je moet iets meer rekening houden met dat je de ander pijn kan doen. Toch wel het stukje anaal, dat je minder pijn hebt achter als je anaal genomen wordt. Anaal is vaak geen optie als je een grotere penis hebt. Dus met een kleinere of gemiddelde penis is dat allemaal geen probleem. Ja, ideaal piemel. Ik zelf vind persoonlijk als het gewoon zeg maar, ja. De ideale piemel is iemand die nog net in je mond past. Klinkt ook wel heel erg. Dat hij gewoon lekker hard is en... Vlezig. Ik hou wel van... vlezige, soort van gespierde penis. Een soort van wel recht is, maar niet helemaal recht. Een beetje een middelmaatje, niet te groot, niet te klein. En gewoon mooi recht is. Ik hou wel van een rechte piemel, ja. Ik had vrede mee sinds het begin. Gewoon, dit is wat ik heb. Dit is de fiets die ik heb. Deze ga ik rijden. En hij moet wel gewoon goed hard kunnen worden. Dat vind ik zelf het beste. Wow, damn. Dat is echt wel straight to the face, hard to the point vraag. Wie eruit ziet, ja. Nou, als je die van mij wilt zien, dan moet je hem op Google, hoor. Google het. Ga op Twitter. Niet raar of zo, niet scheef. Ja, ik noem mijn piemel eigenlijk mijn tumor. Mijn ex vraagt dus wel, omdat ik niet heel erg van mijn geslachtsdeel hou. Het is een piemel. Niemand zijn piemel is mooi. Vind jij je piemel mooi? Niet mega. Ook niet, zeker niet klein. In dat opzicht heb ik dan wel een redelijk groot penis. Ja, ik dacht dat ik een gemiddelde penis had, maar ik heb tussen 18 en 19 centimeter. Gemiddeld. Ik ben gemiddeld. Nee, mijn maat is 19 keer 5. Ik heb dus ook echt nog nooit mijn piemel opgemeten ofzo. En voor mij is iets naar links. En zo, dik. Maar dan mag je iemand slaan als je dat dik doet. Nee, ja, zo ongeveer. Ik krijg hem al niet eens open. Hoe doen mensen dit zo snel? Oké, nou, ik vond dat ik het nog best goed heb gedaan.